Wat moet ik me voorstellen bij de kerstverhalenroute in uw huis? We hebben op dit moment allerlei figuranten in huis die het kerstverhaal uitbeelden. We hebben herders met echte schapen. We hebben een engelenkoor zoals je die kunt horen op de achtergrond. We hebben het kindje Jezus, Maria en Jozef, de drie koningen. En hier en daar omlijst door muziek, kerstliederen, door verschillende koren. Voor wie is de route bedoeld? De route is bedoeld voor alle bewoners en allerlei belangstellende. Families zijn allemaal uitgenodigd. Die zijn ook allemaal aanwezig. Heel veel familieleden gezien vandaag. Het is gewoon één groot succes. Het is een drukte. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Tot nu toe allemaal heel erg positief. Heel veel enthousiaste reacties gehoord. Iedereen is enthousiast. Mensen blijven lekker zitten in de herberg die we gecreëerd hebben. De Friesohof, want we doen het samen met de Elshof van Karin Dreggeland. We zitten in één pand en we hebben de handen ineen geslagen om dit voor iedereen te realiseren. Goed opstapje naar kerstmis natuurlijk. Absoluut, een mooi begin. Ja, volgende week wordt alles helemaal in kerstsfeer gebracht. Hebben we nu nog niet kunnen doen, omdat we natuurlijk alle ruimtes nodig hadden nu. Dus volgende week gaan we met al het personeel het huis weer prachtig maken.